Voorzitter, dank voor het antwoord. Maar het is een vreemd verzoek in de rechtsstaat. Normaal als een veel van deze rechtelijke uitspraken, waarvan overigens 90% niet gepubliceerd was, dus die pas bekend werden toen ik er een Kamervraag over stelde, die zeggen gewoon tegen de regering, u moet binnen 6 maanden, binnen 6 weken of binnen 4 weken een bepaalde lijst publiceren. Of u moet deze documenten openbaar maken. Mijn motie zegt niet, doe dat binnen een week. Dat zou kunnen. Mijn motie zegt, doe dat binnen 6 maanden. Als een burger 6 maanden te laat is met het aanleveren van een stuk bij de Belastingdienst. Als een burger 6 maanden zonder rijbewijs reist. Als een burger, noemt u maar op. Dan krijgt hij een megastraf. Strafblad, alles erop en eraan. Als de overheid dat niet doet, dan is het niet uitvoerbaar. Dus ik zou en toch willen begrijpen wat ertoe zou kunnen leiden dat uitspraken van de rechter niet meer uitvoerbaar zijn binnen 6 maanden. Ja, voorzitter, ik ben het met de heer Omtzigt ook eens dat er, als er rechterlijke uitspraken zijn, dat die uitgevoerd moeten worden en ook tijdig uitgevoerd moeten worden. Wat mijn positie als minister is, is dat ik ook gewoon in samenspraak met andere ministeries de overleg moet aangaan om weer dit helder te krijgen. En daar zit even mijn aarzeling, omdat ik op het moment dat ik nu zeg van ja, dit gaan we gewoon voor elkaar krijgen, dan durf ik niet met zekerheid te zeggen voor al die andere ministeries of dat ook zo is. Maar het feit dat het binnen termijn moet, dat we dat ook moeten doen in opdracht van een rechter, dus ik denk dat een nieuw inzicht ook laat zien dat we een aantal zaken ook uitgevoerd hebben, dat staat als een paal boven water. En daar heeft de heer Omtzigt ook gewoon een terecht punt. Ja, voorzitter, kijk, het probleem is, die lijsten nemen elk jaar toe. Dus het aantal zaken dat in 2021 niet nagekomen is, is groter dan dat in 2020 en 2019. En dus begrijp ik eigenlijk niet waarom de regering die hier staat, de vertegenwoordiger daarvan, de minister van Binnenlandse Zaken, niet gewoon zegt, ja, we gaan dit gewoon doen. Ik zal gewoon mijn medebewindspersonen erop aanspreken dat zij uitspraken van de rechter uitvoeren, zoals zij ook elke burger erop aanspreken als hij de wet niet naleeft. Voorzitter, ik leef in ieder geval in de veronderstelling dat dit de eerste keer is dat wij zo'n lijst ook aan de Kamer aanleveren. Dus dat we een overzicht geven. En het is voor mij niet een kwestie van niet willen. Het is voor mij ook gewoon van belang om bij de andere ministeries en bij onszelf natuurlijk gewoon de uitvraag te doen, hoe kunnen we dit op een goede manier voor elkaar krijgen. En ik kan niet direct nu de toezegging doen dat ik dit op deze manier voor elkaar krijg. En dan zou ik de Kamer iets toezeggen wat ik niet kan waarmaken. En daar ben ik ook niet van. Duidelijk. Maar meneer Omtzigt, ik begrijp dat u de motie niet aanhoudt dus. Hè? Want dat was het verzoek, de suggestie van de minister. Ik wacht hier nog even mee. Ik moet er echt even over nadenken. En dat heeft hier echt mee te maken, voorzitter. Ik heb die vraag nou meerdere keren gesteld. En inderdaad, het is de eerste minister die ook gewoon de lijst publiceert, waarvan het dus inderdaad vrij bizar is dat die uitspraken niet gepubliceerd worden. Dus wij konden het niet eens weten als Kamer dat de regering meer dan 150 keer veroordeeld is en het niet uitvoert. Maar dan zou je denken, september vorig jaar is die lijst gepubliceerd, die ministeries snappen dat ze nu heel hard moeten gaan lopen. Maar het lijkt erop dat er alleen gelopen wordt als ik Kamervragen of moties indien. Maar zo werkt de rechtsstaat niet. De rechtsstaat werkt als de rechter een uitspraak doet, dan moet er gelopen worden. Helder. Ja, en de minister had al gezegd, als hij niet wordt aangehouden, dan wordt hij ontraden, dacht ik. Voorzitter, ja. Dat klopt. En ik ben het met de heer Omtzigt ook eens. Behoren gewoon altijd aan de rechtsstaat te houden. Los van de vragen van de Kamer. Maar het is wel inderdaad de eerste keer dat ik op dit verzoek ben ingegaan, omdat ik het ook van belang vind vanuit mijn coördinerende verantwoordelijkheid om dit gewoon boven water te krijgen, om zo ook verbetering voor elkaar te krijgen.